Hallo, mijn naam is Harry. Op PTLS Impuls geef ik de examenvakken van Sport en Spel. Voor VMBO-T heet dit LO2 en voor HAVO en VWO heet dit BSM, oftewel Bewegen, Sport en Maatschappij. In deze video zal ik uitleggen wat dit examenjaar de bedoeling is bij beide vakken. Na periode 2 voor LO2 en na periode 3 voor BSM is er een theorietoets. Deze toets gaat over bewegen en samenleving. Voor deze toets hebben de leerlingen het boek nodig dat ze hebben aangeschaft. Daarnaast gaan we dit jaar bezig met lesgeven aan elkaar. Dit doen we in de lessen van LO2 en BSM, maar een leerling kan hiervoor ook zijn of haar eigen sport- en spelles gebruiken. Voor het lesgeven moeten de leerlingen lesvoorbereiding maken. Ze gaan de les uitvoeren en na afloop van de les schrijven ze een evaluatie en zullen ze feedback moeten verzamelen van zowel leerlingen als van de docent. Dit jaar hoop ik ook dat er een stage mogelijk is. Vorig jaar kon dit niet en hebben we een vervangende opdracht moeten doen. Hopelijk lukt het dit jaar wel. Stage zal in een omgeving zijn waarin leerlingen te maken krijgen met verschillende soorten doelgroepen. Hierin is van alles mogelijk, maar waarin wel iets van sport, zeg maar, de connectie is en waarin ze zullen gaan lesgeven. Na periode 3 ronden we het onderdeel bewegen en gezondheid af. Bij bewegen en gezondheid doen we heel veel aan EHBO, maar hierin zijn ook nog een paar andere dingen die de revue gaan passeren. Het grootste gedeelte van dit jaar zijn we bezig met het beoefenen van sporten. Heel veel sporten. De ontwikkeling en alle sporten die de leerlingen doen, houden ze zelf bij in een e-portfolio. Dit doen ze via It's Learning. Het is belangrijk dat leerlingen een nulmeting en een eindmeting maken, rubrics gebruiken om aan te kunnen tonen wat hun niveau is, maar vooral heel veel reflecteren en het aanvullen met beeldmateriaal. Hierbij kun je denken aan foto's en video's. Het e-portfolio zal ik na periode 3 beoordelen en samen met het gesprek wat we erover gaan hebben, de mondeling, zal jouw cijfer voor de sporten bekend zijn. Ik hoop dat de video duidelijk was. Dit was hem.